het Staveltje thuis. Goedemorgen jongens. Het is vandaag 31 juli. En dat betekent... 1 jaar geleden heb ik mijn stamcellen gekregen. 1 jaar geleden is de start geweest naar beter zijn. En dat krijgen we 19 augustus te horen. Of dat allemaal gelukt is. Maar sowieso voel ik me beter als ooit tevoren. Dus 31 juli 2019 is de speciaalste dag van mijn hele leven geweest. En dat gaan we vieren. Ik ga gauw opstaan. Ik ga mijn spullen pakken, mijn koffer pakken. Want wij gaan vandaag weg naar Leiden. Waar ik ook in het ziekenhuis heb gelegen. Een weekendje weg. Alleen maar leuke dingen doen. Dus ik neem jullie mee. Het is een heerlijke dag. Het zonnetje schijnt. Het wordt vandaag maar liefst 32 graden. Ik sta bij de auto. En is helemaal gevuld. We zijn er klaar voor. Een weekendje weg. Omdat het 1 jaar na transplantatie is. We lopen langs de weg. We zijn aangekomen. Nou ja, aangekomen. We zijn niet echt ergens bewust heen gereden. Maar het is super druk, want het is natuurlijk een warme dag. Iedereen wil naar het strand. Kijk die rijen auto's hier achter mij. Dat is niet normaal. Maar wij gaan nu even lekker naar het strand. Gaan we mijn strandtentje lunchen. En vanmiddag staat op de planning om te gaan scooter rijden. Ja jongens, we gaan met 3 scooters, want ik mag nog niet op een eigen scooter. Gaan gewoon lekker rijden. 3 uurtjes dan. Gaan we rijden door de duinen. Gewoon mooie weggetjes opzoeken. Dus dat wordt leuk. Maar eerst gaan we even lekker naar het strand toe. Nu op een padje naar de duinen. Wat een steile weg, hè, mam. Oh, wat een steile weg. Maar als het goed is, zit hier ergens achter de zee. We zochten een strandtent, maar er is er geen één. Top. Lekker wachten op het strand. We gaan dan maar even liggen. En dan straks als we de scootertjes hebben, dan rijden we wel ergens heen om even wat te eten. Is er iemand die weet of dit eieren zijn? Al die witte dingen hier. En van welk dier? Er liggen echt over het hele strand. Hier ook weer. Allemaal lege dingen. Zijn er eieren of zo? Ik weet het ook niet. Maar daar staan Julia en mama. Lekker bij het water. Het water. Er ligt super veel zeewier. En het water stinkt een beetje. Maar het is leuk. Gezellig. Hier ligt een dode krab. Lekker. Ik denk dat dit ze zijn. Ik denk het wel. We zijn een half uurtje te vroeg, dus we gaan kijken of we al kunnen gaan. Maar ik denk dat deze voor ons zijn. Het zijn er 3. We hebben er 3 gehuurd. Dus ik ben benieuwd. We hebben een exercise broodje wat drinken. We staan in een tankstation. Want er is nergens wat te eten. Hiernaast zijn de scooterverhuur. Dus we gaan even gauw hier eten. En dan dadelijk met scooter rijden. Het broodje is op. Nou ja, een soort van. Ik vond hem niet zo heel lekker. Maar we hebben nu wel lekker een ijsje. Een M&M ijsje. En de binnenkant is ook chocola. Kijk. Genieten. Stop maar even anders. Mama schrik zich helemaal kapot. Eerst het contactje naar mijn links doen. Ja, spaart die energie. Wacht. Gaat lekker hoor. Ik ga ook even rijden. Mama zit nu bij jullie achterop. Alleen net toen ik het spoor overwouw, ging die slagboom omlaag. Maar zeg maar, ik stond er al half onder. Je zag de trein nog langskomen. Zie je? Een motje, ja. Maar ik dacht dus,
jongens, even gauw gas erbij. En dan ben ik nog net voor over het spoor heen. Moeten we alleen of die op de Malle Pietje wachten? Ik denk. Daar komt Malle Pietje. Papa vindt het niet leuk dat ik doorgereden ben. Dat denk ik ook niet. Bij een tentje en het is hier genoemd het Kobo meer. Ja. Het echte Kobo meer ligt in Italië, maar hier noemen ze dit meer, hier waar we nu bij zitten, ook het Kobo meer. We zitten bij een soort strandtentje aan het Kobo meer. Kijk, dan kan je daar gewoon lekker op het strand chillen. Dus we gaan hier even wat drinken en even een klein hapje erbij eten. Proost. Proost. Op heel veel. Ja. We staan weer en de scooters staan achter me. We zijn klaar, we hebben lekker gereden. Het is inmiddels 5:10. We hebben echt, we zijn overal nergens geweest. Door de duinen, langs het Kobo meer, langs heel veel leuke plekken. Het was echt heel leuk. Ik heb ook echt nog best wel lang gereden. En dat mag eigenlijk niet. Maar het was wel heel leuk. Ik heb ervan genoten. Gaat die open? Hebben wij weer. Ik ben 10 van hier. Ons gaat niet open hoor. Dus hij is open. Ga even kijken. Hoe ziet het eruit? Douche ziet er al prima uit. En dit is onze kamer. Hey, wat een chille kamer. Bedje. Televisietje. En wat is ons uitzicht? Ja. Daar, zo, in de verte, is het ziekenhuis. Waar ik een jaar geleden mijn stamcel heb gekregen. Dus, perfecte kamer. De badkamer. Spiegeltje. Wc. En dan hebben we hier de douche. En dit is wat chill. Zo'n grote douchekop. Heerlijk. Hier gaan we ook even lekker van genieten. Want, oh, wat ben ik toe aan een douche. We hebben echt heel de dag, zeg maar, eerst bij zee geweest. Vervolgens op de scooter. Zonnebrand, zweet, want het was echt super warm. Maar we hebben wel echt een chille kamer. Dus ik denk nou even lekker gaan douchen zo. En dan vanavond lekker uit eten. Want we gaan hier in het restaurant een 3-gangen diner hebben gereserveerd. Dus daar ben ik ook benieuwd naar. Het voorgerecht is een prei curry soep met lenteuitjes. Dus daar gaan we lekker van genieten. Het eten was echt lekker, dus dat hebben we niet op. Maar jongens, dit is het toetje. Chocolade ijs met, hoe heet dit ook weer? Hazelnootmoes en een vanille cheesecake. Kijk jongens. Het staat voor het ziekenhuis. Hier is het. Ik weet niet precies welke kamer. Maar achter dat grijze blok. Daar zo. Ergens. Was mijn kamer. Een jaar geleden. Ik denk nu ongeveer een kwartiertje, half uurtje geleden. Werden mijn stamcellen naartoe gediend. Thuis. En ze zeggen altijd officieel na een jaar kunnen ze zeggen of het geslaagd is. Wij horen het 19 augustus. Maar een jaar later is het officieel.
gewoon alleen nog maar op de toekomst gericht. Eindelijk een toekomst voor me. En hopelijk gewoon alleen nog maar goede dingen, goede dagen. Geen slechte dagen er meer tussen dat ik ziek ben of zo. Dus daar staan we dan. En ja, later. Op een terrasje aan het water. Genieten hoor. We hebben allemaal lekker ijsje. Ik heb wit chocola, framboos. Jullie heeft bananenpasje. En ik alleen apenijs. Gaan we lekker van genieten. Jongens, ik krijg mijn lepel er niet uit. Dus, wil je ook een hapje? Yes, gelukt. Dit is ons hotel. Zo, ga naar binnen. Lekker naar bed toe. We zijn weer in de hotelkamer. Ik heb mijn pyjama aan. En niet zomaar een pyjama. Maar natuurlijk, mijn Ajax pyjama. Precies de pyjama, de shirt, de broek. Die ik een jaar geleden ook aan had tijdens de transplantatie. Ik dacht, ik neem gewoon speciaal hiervoor deze pyjama mee. Doe ik lekker aan, ga ik lekker in slapen. Gewoon een jaar geleden. Ik werd dus straks een beetje emotioneel. Ik wist niet zo goed hoe ik het moest laten merken. Hoe ik het moest vertellen. Want het is gewoon echt iets van binnen. Je kan niet uitleggen wat je voelt. Maar nu zie ik het weer als iets supermoois. Ik ben blij dat het goed gaat. We hebben mooie foto's gemaakt. Check ze op mijn Instagram. Annemone.arns. Ik ga lekker slapen. Ik denk dat deze video eigenlijk al lang genoeg was voor een hele vlog. Dus als dat het geval is, bedankt dan voor het kijken naar deze video. Doe zeker een blauw duimpje omhoog als je dit een leuke video vond. Vergeet zeker niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden als je niks van mijn avontuur wil missen. En dan zie ik jullie weer bij de volgende video. En dat is morgen voor ons. Hier weer een dagje in Leiden in het hotel. We gaan varen, we gaan alleen maar leuke dingen doen. Dus ik check jullie dan.